Goedemorgen, dit is het weerjournaal van weerplaza.nl. Weinig wolken boven Nederland, alleen boven de Noordzee zien we wat wolken plukken en daar gaan we er in de loop van de dag geleidelijk steeds meer van zien, ook boven land. Vanochtend is het dus wisselend bewolkt. Lokaal valt een enkele bui, met name in het noorden en oosten van het land, en er waait een meest matige noordwestenwind. Vanmiddag blijft de noordwestenwind meestal matig, aan zee is de wind soms vrij krachtig en de temperatuur die loopt op naar zo'n 18 tot 20 graden. En in het noorden en oosten blijft een enkele bui mogelijk. Vanavond dan is het op de meeste plaatsen droog. De bewolking houdt de overhand, maar er zijn ook enkele opklaringen. De laagste temperaturen die komen uiteindelijk in het noordoosten van het land voor waar de minste opklaringen zijn, daar koelt het lokaal af tot onder 10 graden. Morgen dan blijft de kans op een enkele bui aanwezig. De temperatuur komt een graadje hoger uit dan vandaag, met 18 tot lokaal 21 graden, en de noordoostenwind is dan meestal zwak tot matig. Vanaf zaterdag is het vaak zonnig, al kan zaterdag lokaal nog wat met een mistbank starten. De temperatuur loopt geleidelijk op, met zondag lokaal al zomerse waarde, en maandag wordt het op de meeste plaatsen zelfs zomers warm. Mijn naam is Wilfred Jansen voor weerplaza.nl